achter leden van de jury, oppositie en andere aanwezigen. Vandaag zijn wij bijeen om te debatteren over de stelling. De Olympische Spelen moeten altijd in een derde wereldland gehouden worden. Nou, waarom nou? Er is een groot probleem. Derde wereldlanden kunnen niet goed functioneren op eigen voet. Een deel van die oplossing is het steeds houden van de Olympische Spelen in een derde wereldland. Daarvoor heb ik het economisch argument, het redelijkheidsargument en het vooruitstrevend argument. Het economisch argument wil zeggen dat je met de Olympische Spelen, die de staat bekostigen, de bevolking een heel goede bal toespeelt. De bevolking krijgt namelijk de winst en de staat die moet het financieren. De opbrengst bij de Olympische Spelen in China was 3,64 miljard. Hier, ook hierdoor ontstaat een sneeuwbaleffect. Dat is duidelijk, ik ben voor. Ja, wat is nou eigenlijk het gedachte van de Olympische Spelen? De gedachte van de Olympische Spelen is volgens mij dat het ontzettend leuk is om met alle landen mee te doen. Maar dan is het toch best wel gek als het alleen maar in de derde wereldlanden wordt gehouden. Want dan gaat de gedachte verloren, namelijk meedoen is belangrijker dan winnen. Toch een beetje gek? Hoort van mij. Alle landen zullen nog steeds meedoen, want alle landen zullen nog steeds sporters sturen. En alle landen zullen het ook nog steeds wereldwijd volgen, via de media. De gedachte achter de Olympische Spelen is verder niet het houden van steeds in een ander land overal op de wereld. De gedachte is een sportevenement, waarin prestigieuze sporters prijzen winnen. Verder is er nog het redelijkheidsargument dat de... Ook de derde wereldlanden moeten een redelijke kans krijgen in deze wereld. En het vooruitstrevend argument. Bijna alle westerse landen geven ontwikkelingshulp aan derde wereldlanden. In plaats van ontwikkelingshulp is de Olympische Spelen een veel beter alternatief. En veel beter omdat... Dat is duidelijk. Ontwikkelingshulp... Olympische Spelen alternatieve ontwikkelingshulp. Nou, eigenlijk wilde ik zeggen, de stemming is namelijk dat het altijd in een derde wereldland wordt gehouden. Op een gegeven moment hebben we geen derde wereldland meer over. Ten eerste zijn die derde wereldlanden natuurlijk echt niet in één keer weggegaan aan Olympische Spelen. Het worden eerst ontwikkelingslanden. Ze zullen zich moeten ontwikkelen en er zullen altijd derde wereldlanden blijven. Ze zullen altijd derde wereldlanden blijven. Maar we zullen misschien wel derde wereldlanden blijven, maar waarom moeten we dan voor de economie Olympische Spelen, omdat het helpt? Ik snap dat niet zo. Het is een beetje onduidelijk. Het idee is dat je de Olympische Spelen in een derde wereldland houdt om de armoede te bestrijden en te zorgen dat ze op eigen benen kunnen functioneren. Dat niet meer dan de helft, de meerderheid van de bevolking onder de armoedegrens ligt. En het gaat er niet om dat er nog derde wereldlanden over zijn. Het zou juist gunstig zijn als die er niet meer zijn. Dan kunnen ze zelf functioneren. Daar gaat het om. Sophie. Misschien wel, maar waarom houden we het dan altijd in de derde wereldland? En daarbij wilde ik ook nog even zeggen dat jij zei dat we het allemaal nog steeds mee mogen doen. Natuurlijk. Maar wat leuk is, denk ik aan, ook voor zo'n land zelf, dat het dan in dat land, en niet alleen maar... landen van derde wereldlanden wordt gehouden. Ik denk ook dat aan het volk van zo'n land veel meer geïnteresseerd is van oh, dat is bij ons en oh, hey, dat is leuk. En ik denk dat dat juist een stuk beter is. Echter gaat het niet hier om wat leuk is. Het gaat hier om een serieus probleem. En dat is de achterstalligheid van de derde wereldlanden. En het feit dat ze niet zelf voldoende goed kunnen functioneren. Het gaat hier niet alleen om leuk en lief en aardig. Het gaat hier om een serieus probleem dat wij willen aanpakken met het organiseren en het houden van de Olympische Spelen in een derde wereldland. Meesha. Volgens mij ben je een beetje tegenstrijdig. Want op een moment is het goed dat er dan geen derde wereldlanden meer zijn. Dat ze niet onder de armoedegrens en allemaal dat soort dingen. Maar wat is dan volgens jou een derde wereldland? Een derde wereldland is een land waarvan meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Deze derde wereldlanden willen wij zorgen dat ze zelf goed kunnen functioneren. Het is niet tegenstrijdig, want waar wij naar streven is dat er geen derde wereldlanden meer zijn door dit. Verder, dat vooruitstrevend argument.
Dat is dat het veel beter is dat zij zelf kunnen functioneren met de winst. Duidelijk, laatste filosofie. Ja, ik wilde eigenlijk even zeggen, waarom krijgen alleen derde wereldlanden die positieve publiciteit? Ik wil zeggen, ook de derde wereldlanden redelijkheid, dat is waar ik.